Slachtoffers van jeugdzorg ontvangen een vergoeding van 5000 euro voor fysiek geweld, seksueel geweld, psychisch geweld, zwaar emotioneel letsel, isolement, publieke vernedering, verlies van eigenwaarde en verlies van menselijk contact. Excuses voor het ongemak. In 2023 ontvingen tienduizenden jongeren een schadevergoeding van 5000 euro voor hun opgelopen trauma's in de jeugdzorg. Een symbolische compensatie voor ellende die doorging voor hulp. Daarbij wil Nederland vanaf 2030 geen kinderen meer in instellingen opsluiten. Al 50 jaar lang wordt er geprobeerd de jeugdzorg te repareren. Een systeem dat wordt geteisterd door ellenlange wachtlijsten, onkosten en misstanden. Kan de jeugdzorg nog worden bevrijd uit die vicieuze cirkel? Sanne en April hebben jarenlang moeten leven in de gesloten jeugdzorg. Afgesneden van de maatschappij. Dit ken ik nog wel, ja. Tegenwoordig werken ze zelf in de jeugdzorg. En delen ze hun ervaringen uit gesloten instellingen, zoals de koppeling. Hier verstopten we altijd dingen. In die kieren, sigaretten, aanstekers. De koppeling wordt verbouwd tot een leefgemeenschap waarin jongeren die hulp nodig hebben gaan samenwonen met andere jongeren die hen vooruit kunnen helpen. Maar hier waren de isolcellen. Dat was hier. Geen plek voor een kind. Ja, die hekken die hebben me al die jaren zo van de buitenwereld afgesloten. Ja, dat is apart. En dan hadden we een deken en die probeerden we dan elke keer zo hoog mogelijk eroverheen te gooien. En dan ging je gewoon klimmen zo. Tjuk, tjuk, tjuk. En ja, je had wel altijd wondjes overal. Ja, overal krassen. Maar wel hoog ook. Als je super hoog. Ja, het is super hoog. Het is ook heel gevaarlijk hoor. Ja, zo zie je maar weer hoeveel je voor je vrijheid over hebt, hè? Als je het hebt echt over de fundering, zeg maar, van het jeugdbeschermingsstelsel, want daar is het in ieder geval in jeugdzorg en jeugdbescherming wel mee begonnen. Rond het begin van de 20e eeuw zag je dat eigenlijk heel veel partijen zeiden, wij moeten iets doen aan het vraagstuk der verwaarloosde kinderen. Want met name in de grote steden, in de arbeiderswijken, daar liepen veel kinderen rond waarvan men dacht, die worden door hun ouders verwaarloosd. En een van de opvattingen in die tijd die best dominant was, was dat een verwaarloosde jeugd eigenlijk zou kunnen leiden tot criminaliteit op latere leeftijd. Gedacht werd dat heropvoeding eigenlijk in gestichten, of in pleeggezinnen of in instellingen, dat zou kunnen helpen om de situatie ten goede te keren. Alleen wat daar vaak gebeurde was dat kinderen daar wegliepen of dat ouders hun kinderen kwamen terughalen. En toen hebben de instellingen eigenlijk druk op de overheid geplaatst om in dwang- en drangmaatregelen te kunnen voorzien, zodat mensen daartoe gedwongen konden worden. De hele geschiedenis van de jeugdbescherming lag allemaal onder het ministerie van Justitie. Ja, dat bestaat eigenlijk sinds 1901. Ik was onhandelbaar. Ik was een gevaar voor mezelf en een gevaar voor anderen. Dus om die reden moest ik altijd gesloten geplaatst worden. Ja, dat is altijd de reden. Gevaar voor jezelf of voor anderen of allebei. Ja. Dat was bij mij ook. Tegelijkertijd, als ik dat dan altijd zeg, ben ik me ook heel erg bewust van dat ik opgesloten zitten heel erg gewend was. Ja, dat vooral. En dat echt je normaal wordt. Ja. Terwijl dat absoluut niet normaal is. Ja, dat heb ik ook, ja. Zijn dit nou maatregelen om de kinderen tegen de maatschappij te beschermen of om de maatschappij tegen de kinderen te beschermen? Toen ik er op die manier naar ging kijken, toen viel mij bijvoorbeeld ook op dat deze kinderwetten zijn vastgesteld toen moeders nog geen kiesrecht hadden. Dus je moet je voorstellen, geen enkele moeder heeft hierover meegedacht van, goh, wat zou er nou eigenlijk nodig zijn in het vraagstuk der verwaarloosde kinderen? En nu heb je in een jeugdbeschermingsstelsel te maken dat mensen eigenlijk voortdurend zeggen, ouders voelen zich niet gehoord, hebben het gevoel dat er over hen wordt beslist, worden onvoldoende meegenomen. Ja, dat was nogal de bedoeling. Ja, dus wij hebben allerlei ideeën over hoe dit stelsel moet werken, maar als je terugkijkt, is het soms vaak op het tegendeel gebouwd. De jeugdzorg is van oorsprong een systeem met als doel het wegstoppen van de jeugd, zodat ze de samenleving niet tot last was. Dit was een plek waar kinderen opgesloten werden.
Ik kijk er in die zin op terug dat toen ik hier begon als directeur in de koppeling, eigenlijk na een paar maanden al gezegd heb van God, kan toch niet zo zijn dat we kwetsbare kinderen gaan opsluiten om ze daarmee verder te helpen. Dus toen heb ik eigenlijk direct collega's meegenomen in de gedachte hoe mooi zou het zijn als we onszelf overbodig gaan maken, als dit niet meer nodig is en we deze kinderen iets anders kunnen bieden dan ze opsluiten op de lelijkste plek in Amsterdam. Oh, hè? Ga even naar binnen. Wacht even, Diek. Maar was dat bed nou daar of daar, toch? Het lag eraan welke kant je deur zat. Zijn de ramen hetzelfde? Ja, dit wel. Dit... Ja, maar luikjes hadden we van die... Dit zo... Hier, ja. En dan, als je die konden dan wel open, want dan zaten er allemaal van die gaatjes zo. Die gaatjes zaten ervoor, deze. Ja. Dan was het nog niet open. Dat is heel irritant. Ja, nul vrijheid. Ik denk dat het bij veel jongeren zo is geweest dat je dan gesloten wordt geplaatst en dat je gedrag eigenlijk dan alleen maar erger wordt. En dan heeft de rechter dus steeds weer redenen om je maar continu te verlengen. En dan zit je dus gewoon een paar jaar achter gesloten deuren. Ja. Ik mocht bellen, mijn belmoment. Maar we waren maar met één groepsleider en andere meid, Toesje, op de groep. Zegt die vrouw ineens, ja, je moet nu stoppen met bellen. En ik had nog niemand gesproken. Dus die vrouw hangt gewoon heel brutaal van mij de telefoon. Dus ik doe zo, poeh, richter. Ik wil op de spugen, maar het raakte er niet eens. En die vrouw, een knop draaide om. En die vrouw, ze rende op me af. Ze greep bij mijn keel. We vielen op de grond, lag ze boven op me. En ze begint me, ja, gewoon in mijn gezicht uit te halen. Huh? Komen al die groepsleden aangerennen. En ze zeggen tegen me, ja, wat is er gebeurd? Dus ik zeg, ja, ze hebben me aangevallen. Zegt die vrouw, nee, is niet waar, gooi het naar de isocel. En toen voelde ik me zo machteloos. Ik heb me toen zo kut en machteloos gevoeld dat ik dacht, wauw, ik zit hier om beter of voor me veiliger. En dan, dit is hoe mensen met je omgaan als jeugdige. Als ik er heel erg over nadenk, kan ik er wel heel verdrietig van worden dat ik mijn hele jeugd opgesloten heb gezeten. Ik ben ook wel echt heel erg suïcidaal geweest. Ik weet nog dat ik voor de zoveelste keer werd verlengd en dat ik echt dacht, ik kom hier echt nooit meer uit. Mensen zeggen dan altijd, ja, maar je was ook niet makkelijk. Nee, weet ik. Maar me de hele tijd opsluiten heeft ook niet geholpen. Jullie hebben niks met mijn thuisfront gedaan, waar alle problemen vandaan kwamen. Dat snap ik niet. Maar goed, ik vraag me altijd als eerste af, als bij die jongeren waar ik mee werk, moet jij wel niet allemaal hebben meegemaakt dat jij je zo voelt en je zo gedraagt? Ik snap niet dat dat niet automatisch is gegaan bij mensen. Ooit is bedacht dat er kinderen zijn die kwetsbaar zijn, die soms een gevaar voor zichzelf zijn of voor hun omgeving, en dat we die tijdelijk even achtergesloten deuren behandeling willen bieden. Want dan helpt het soms, hè, dat een jongere niet direct weer weg kan of weer op straat is of weer drugs gebruikt of in de armen van een loverboy terechtkomt. Maar dat je even de jongen ook stilzet, zeg maar. Van, goh, wat is er allemaal gebeurd? Wat is er aan de hand? En hoe kunnen we jou helpen? Maar er is ook iets gebeurd dat een deel van de gesloten jeugdzorginstellingen, ook dit, de koppeling, in oude gevangenisgebouwen zijn gestart. Waarmee dus het gebouw eigenlijk alweer iets anders doet dan je misschien eigenlijk nodig hebt om deze kinderen behandeling te bieden. Wat doet het gebouw? Ja, dat heeft een afgesloten, deels misschien wel repressief karakter. Je kan niet weg, je zit opgesloten, je kan geen kant op. Je snijdt het kind bij iedereen weg. Afgesloten van de mensen die hem of haar dierbaar zijn, met zijn school of met zijn vrienden, met iedereen eigenlijk.
Er zijn ook medewerkers komen werken die eerder in jeugdgevangenissen werkten. Dus daarmee kreeg je ook nog een soort cultuur vanuit de jeugdgevangenissen mee. Dus dat heeft wel gemaakt dat er eigenlijk een cultuur en een manier van werken is ontstaan die eigenlijk niet helpend is voor deze kinderen. En nou ja, dat is waarom we ook gezegd hebben, dit willen we anders doen. Ik zat voor de koppeling op Harreveld, op Ziekhof. Dat is nu gesloten. Nou, daar, dat is echt verschrikkelijk. Ja. Nou, ik ben daar wel getraumatiseerd. Omdat ze mij dagenlang hebben opgesloten in een isoleercel, naakt ook. En echt fysiek zijn geweest, hebben ons uitgescholden. Herhaalden elke dag, dit is het eindstation, kan niet erger dan dit. Nou, dat soort dingen. Ja, Harreveld is echt een verschrikkelijke plek. Daar zat je echt gewoon, 20 uur per dag zat je op je kamer. Je had geen tv. Ja, het was echt verschrikkelijk. Het enige wat je deed was boek lezen. En die mensen daar, ik kan vergelijken van de mensen in de koppeling en de mensen die daar werkten. Daar had ik echt het idee dat die mensen gewoon graag opbouwden sluiten. En gewoon graag in de isocel gooiden. Ik heb daar ook verschrikkelijke dingen meegemaakt met groepsleiding. Inderdaad, wat ze zeggen, je wordt gewoon naakt. Je wordt gewoon uitgetrokken als je niet meewerkt. Dus kleden jezelf uit. Ja, ben je daar als jonge meisje. En het zijn allemaal vaak volwassen mannen allemaal. Ja. Ze proberen zoveel mogelijk vrouwen bij elkaar te halen, maar dat is bijna niet te doen. Voel je echt smerig. Ja, ja, echt. Ik ben zo'n 20 jaar werkzaam geweest in de jeugdzorg. En dan zijn er ieder jaar conferenties waarin er kinderen komen op het podium die dit vertellen. Wat vertellen? Die vertellen, ik ben van instelling naar instelling versjouwd. Ik heb hier 9 maanden mogen wonen en toen moest ik door. Toen verloor ik mijn vrienden. Toen verloor ik mijn school. Ik wilde eigenlijk mensen die echt contact met mij maakten, maar ik ontmoette vooral professionals. Soms was er maar 1 van al die professionals die mij echt heeft gehoord, die mij echt heeft gezien. Ik heb mijn broertjes en zusjes niet gezien, want die zaten in andere instellingen. Als ik ze wilde zien, kon het maar 1 keer per jaar. Dan denk ik, ja, hoe bestaat dit nou eigenlijk? Hè? Dan hoor ik bijvoorbeeld professionals zeggen, maar er gaat ook heel veel goed. Dan zeg ik, ja, maar dat zal die moeder ook tegen jou zeggen waar je wil ingrijpen. In 2019 stopte de koppeling als eerste jeugdzorginstelling in Nederland met isoleercellen. Daarin was de instelling een pionier. Ook al waren er in de jaren 70 al actiegroepen die opriepen tot sluiting van isoleercellen. Er zijn echt zeker wel groepsleiders geweest waaraan je merkte dat ze het echt niet eens waren. Maar ja, als je kijkt hoeveel jaren we überhaupt al bezig zijn om voordat de koppeling dichtging. Dat heeft zoveel tijd gekost. Ja, dat... Maar leverde een hoop geld op. Geld en gewoonte of zo. Ja, wat dan? Hè? Dat was de vraag die werd gesteld. Waar gaan deze jongeren dan naartoe? Ja. Ik weet dat instellingen niet een vast bedrag betaald krijgen. Ze krijgen betaald per bed wat is gevuld. Dus subsidies krijgen ze van als het leeg is of er zijn weinig jongeren, krijgen ze minder geld. Dus die instelling is vol. Ja. De jeugdzorg is een booming business, denk ik, omdat we op dezelfde manier blijven doen en op dezelfde manier blijven kijken. We gaan daar eigenlijk alleen maar extra miljoenen naartoe om maar te zorgen dat de boel kan blijven draaien. De jeugdzorg is nu 124 jaar oud en eigenlijk alle inspecteurs die ernaar gekeken hebben, die zeggen het staat op bezwijken. Noodgrepen zijn noodzakelijk. We kunnen er geen toezicht meer op houden. We kunnen de veiligheid niet garanderen. Al dit soort alarmerende signalen, maar daar wil niemand aan. Dus wat men wel wil horen is, maar we maken toch goede stappen. We zijn toch in de goede richting. Hou eens op met je gezeur.
Dus we zijn op allerlei fronten zijn we bezig om te repareren wat bij de vorige reparatie misging. En daar hebben we steeds meer geld voor over. Dus je kunt dat zien doordat je reparateurs meer betaalt dan hulpverleners. Om een beeld te vormen, dit is 1974, dan schrijven we als eerst, we moeten gaan hervormen, we moeten gaan veranderen. Want zo kan het niet langer. Dan zitten we hier in 1989. We hebben 1 op de 27 kinderen die gebruik maakt van jeugdzorg. We geven daar ongeveer 700 miljoen gulden aan uit. Daarom hebben we hier in 2015 een decentralisatie. En dan gaat het in 2015 om ongeveer 3 miljard euro aan kosten. Waarvan dan de gedachte is, daar kunnen we 15% op gaan besparen. Doordat we al deze zaken nu beter gaan organiseren, dichter bij de burger. Beter gaan luisteren, integraal gaan handelen en maatwerk bieden. En hier zitten we in 2023 en gaat het om 6 miljard euro per jaar. 1 op de 7 kinderen in de jeugdzorg, groeiende wachtlijsten, 5.136 zorgaanbieders. En geven we 1 miljard euro uit eigenlijk om dit hele systeem te laten draaien. En dat is meer dan toen we hier aan de hele zorg zelf uitgaven. Hoe is het zo ontploft? Nou, dat is eigenlijk geen raadsel, want wij doen iets wat dit effect heeft. Wat betekent dat? Dat wij zelf steeds beleid invoeren wat een tegengesteld effect heeft. En als je wil dat het anders werkt, dan moet je het anders gaan besturen. Als wij doen alsof dit er niet is en er gewoon alleen maar meer geld in storten, dan zal de weerstand om te veranderen nog groter worden, omdat er dan nog meer mensen te maken hebben met dit beleid. Ofwel omdat ze werken in de jeugdhulpverlening, ofwel omdat ze werken aan het werk aan de jeugdhulpverlening. Al die euro's die je uitgeeft, dat zijn salarissen. En hoe meer mensen je dus financieel afhankelijk maakt van een systeem, hoe groter de weerstand zal zijn om dat systeem te stoppen. Ja, je zorgt ervoor dat die jongens een beetje stabiliteit hebben. Je haalt ze op 's ochtends. Je gaat met ze mee naar school als het nodig is. Je hebt gesprekken met hun ouders, met scholen. Sommige jongens hebben reclassering of andere instanties wie zich ook met zo'n jongen bemoeien. En wij nemen zo'n jongen eigenlijk mee aan de hand. Steeds meer jongeren wachten op de juiste behandeling. In een industrie waarin de kosten de pan uitreizen en grote bezuinigingen in aantocht zijn. How are them man still hating? My young boy in a different country, but he ain't never been on vacation. En als de gesloten jeugdzorg straks moet verdwijnen, wat is dan een alternatief voor de jongeren? Ik heb iets van 5 jaar in de gesloten jeugdzorg gewerkt. Ja, ik vond toen de tijd, en het is al met de kennis van nu, is het altijd makkelijk afgeven op toen, maar het is heel beheersmatig. En het zijn kinderen in hun puberteit. Die vol met energie zitten. En als je die in het termijn probeert te doen van in een kamertje opsluiten en af en toe op de groep weer loslaten, ja, dan 1 en 1 is 2. Dan krijg je gewoon spanningen. Nou, er ontstaat een worsteling. Dan op een gegeven moment lig je met 3 volwassen mensen, lig je op een kind. En dan denk ik, ja, waar ben ik mee bezig? Je hebt eigenlijk geen dwingend kader om een jongen hier binnen te houden. De kinderen zijn hier 4 dagen in de week. En we zijn 's avonds thuis. Ja, ik vind dat veel prettiger werken. Het vraagt wel meer van de collega's en van onze teams. We moeten het al pratende of al sportende doen. En dat vind ik het voordeel van het sporten is dat je gewoon samen met de jongens op het veld staat. En ook onze therapeuten die sporten ook met ze mee. Dus je hebt een veel gelijkwaardige basis. Hey. Ben, even daar naartoe, anders ga je naar buiten toe. Omdat hij leeft, bro. Jij komt met ons mee. Ik wil deze nu keuze maken. Oké, mannen. Kom even deze kant op. Ja, jij hebt ook. Hoe lang zijn we al bezig hier om te vragen? Ga even iets doen. Ik kom ook zo. We zijn dan een kwartier. Ga even rechtop staan nu. Gewoon staan. Ook niet op die stang zitten, gewoon staan. We zijn dan een kwartier bezig om te vragen, ga even iets doen. Een aantal zijn gewoon normaal bezig en een aantal maken er een bende van. Oké, okay, nou hebben we gisteren een hele leuke dag gehad. En hebben jullie allemaal pluim in je reet gestoken?
We gaan er dan nu geen potje van maken. Toen staat ons eten buiten, zou gewoon daar ook mee willen trainen. Maar hij is daar al bezig. En dan kan het niet zo zijn dat jij niks aan het doen bent, daar op het bankje. En vervolgens besluit om hem te gaan lopen zarren. En dan ook ineens gaat lopen bankdrukken. Ik ben vertrapt. De drugs en het steekwapen. Als de politie er op een gegeven moment achter komt, dan moet je op de blaren zitten. De eerste dag was echt zwaar, ja. Want ja, je bent het niet gewend, de oefeningen die je hier doet, dat doe je normaal niet. Dus het was echt even wennen, maar na een tijdje is het, raak je er gewend aan. Heb je het gevoel dat je bent veranderd? 100%. Afgevallen, dat sowieso. En ja, qua gedrag ook heel erg veranderd. Meer respect, denk meer na. Nou, nog steeds heb ik er wel eens mijn momentjes, maar... Over het algemeen is het verbeterd. Als ik hier niet had gezeten, had ik nog steeds verkocht. Ja, dan denk ik dat de kans groot was dat ik gewoon vast had gezeten. Ik ben altijd allergisch voor jeugdzorg nodig hebben. Want daar zit eigenlijk al een aanname in dat kinderen jeugdzorg nodig hebben. Als zij eigenlijk zeggen, ik heb heel erg een maatje nodig die naar mij luistert en die er voor mij is en die bij me blijft en die me niet in de steek laat. Dat is namelijk heel iets anders dan jeugdzorg nodig hebben. Jeugdzorg nodig hebben is het frame wat maakt dat wij zeggen, wij hebben specifieke inkoopafspraken nodig omdat de meest kwetsbare kinderen niet zonder deze specialistische zorgvormen kunnen. Terwijl die kinderen in die specialistische zorgvormen de hele tijd zeggen, ik word van instelling naar instelling versjouwd, ik voel me hier een dossier. Ik voel me niet gehoord en gezien. Ik heb vooral een maatje nodig die naar mij luistert. Dat is heel iets anders. Hoe ging het vandaag? Geen goed. Ja. Alles meegedaan. Ja. En wat kan er beter dan? Ja, minder weglopen van problemen. Ja. Dat heb ik je ook wel geleerd. Nou, niet zozeer problemen, denk ik. Maar gewoon dat je het leven gaat niet altijd over roosjes. Nee. Dan moet je de confrontatie aangaan. Maar ja, ik hoop dat je dat stukje ook mee gaat nemen. Ja, zeker. Soms heb je een beetje hulp nodig, maar je moet het wel zelf doen. Ik ben wel van mening dat jij in dit geval net zo, dat jij zo ver bent dat je dat kunt. Dat wil ik je meegeven. Zeker, dank u wel. Ja, graag gedaan, jongen. Jij ook. Op deze plek waar ooit gesloten jeugdzorg stond, wordt nu dit hele gebouw getransformeerd naar een plek waar 290 woningen komen voor jonge mensen. Dus mensen die studeren, jongwerkenden, maar ook jongeren die jeugdhulp krijgen. En we willen daar eigenlijk een plek van maken waar deze mensen met elkaar samenleven in een soort community, dat je ook wat voor elkaar betekent, naar elkaar omkijkt, een keertje vraagt hoe gaat het met je, zullen we een keer samen koken, lukt het jou met je geld rond te komen en op die manier ondersteuning aan elkaar te bieden, dan voor al dat soort vragen in de professionele hulp terecht te komen. Natuurlijk is het ideaal als je in de ideale wereld gewoon in een woonwijk woont en dat je buren voor je zorgen. En ik hoop oprecht dat de wereld ooit zo gaat zijn. Nou, wat ik hoop is dat dit gewoon een open plek wordt. Dat alle deuren open zijn en dat de jongeren gewoon overal kunnen rondparaderen waar ze zelf willen. En dat het niet gesloten is, dat hoop ik voor ze vooral. Ik hoop het. Maar ik weet dat veel mensen goede bedoelingen hebben. Maar ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die al zo lang in datzelfde riedeltje zitten en dus die verandering niet willen aangaan. En ik denk, even heel hard gezegd, als je die er niet uitkikt, ja, en nieuwe mensen erin haalt, dat het dan wel lastig wordt. Ja. Maar ik denk, als je helemaal opnieuw begint, het gaat wel lang duren. Ik was laatst op een bijeenkomst. Daar was er een wethouder die heel erg druk bezig is, zeg maar, met de afbouw van gesloten jeugdzorg. En die zei, ik vind het een belangrijke ontwikkeling, al heb ik er af en toe ook een hard hoofd in, is 2030, want dat is de ambitie, niet veel te snel. He, want dat is 6 jaar vanaf nu. Waarbij ik eigenlijk inbracht van, dat valt wel mee, want 56 jaar geleden zeiden we dat het belangrijk was. Dus als je het zo ziet, dan valt het wel mee.
moet je voorstellen, dit is een industrie van 6 miljard. Je hebt bedrijfsvoeringsorganisaties, je hebt allemaal langlopende verplichtingen. En die hangen samen met een bepaalde manier van denken en een bepaalde manier van doen. Dus als je werkelijk een nieuwe manier van werken wil hebben, dan heeft dat implicaties eigenlijk voor alles wat je hebt staan. En als je mij dan vraagt waarom verandert er niets, dan denk ik omdat partijen niet eens hun eigen veranderstrategie serieus nemen. Als jouw doel is om minder kinderen in hulp te hebben omdat je het beter hebt georganiseerd en je krijgt er alleen maar meer, ben je niet doeltreffend. En als je daar meer geld aan uitgeeft dan toen je begon met hervormen, ben je ook niet doelmatig. En dat is een heel ongemakkelijke waarheid, maar die je wel onder ogen moet zien, anders gaat het gewoon niet veranderen.